Antwerpen speelde gisteravond 1-1 gelijk op de Bosuil tegen Lommel. Er had voor de Grey Old meer ingezeten, want kansen creëerde het meer dan genoeg. Antwerpen heeft nu 7 op 12 bij het begin van de competitie en staat gedeeld vierde. Antwerp-corrivé Hans-Peter Leenhoff ziet zijn ploeg goed starten. Antwerp zet druk, maar bij de laatste pas gaat het vaak mis. Dan maar van op stilstaande fases Freddy Mombongo met een heerlijk plaatsballetje. 1-0 na 20 minuten. De voorsprong is oververdiend voor Antwerp. Nog voor rust moet de thuisploeg de wedstrijd beslissen. Bennassar mist een reuze kans. Wat Omar Bennassar hier laat liggen is onbegrijpelijk. Het zal een voorbode worden voor de tweede helft. Nog maar pas begonnen en Mombongo laat reuze kans nummer 2 liggen. Even later is het weer Bennassar die vergeet te scoren. Met een gelukje komt de bal bij hem, maar de afwerking laat te wensen over. Dan is het een gouden voetbalregel dat de goal wel eens aan de andere kant kan vallen. Antwerp komt eerst nog goed weg, de bal wordt van de lijn gehaald. Maar even later is het wel raak. Balverlies in de omschakeling is altijd gevaarlijk. Serigioni werkt knap af, 1-1. Wij waren enorm aan het drukken voor de 2-0. Misschien een beetje naïef, maar oké, ik vind dat we toch voor de 2-0 moesten gaan om de wedstrijd op slot te doen. Ja, dan weet je met Serigioni dat hij altijd wel soms als een duveltje uit een doosje kan komen. Nou, dat gebeurde nu ook. Maar weet je dat iedere wedstrijd dat er kansen zijn? Maar je wist wel op voorhand dat hun kwaliteit, zoals dat ze die goal scoren, dat hun kwaliteit is. En daar moeten we scherper op zijn. Ikzelf en de verdediging ook. En ook de middenvelders. De thuisploeg blijft er wel vol voor gaan met mooi voetbal. Het schot van Van Velzen wordt gekraakt. We zijn ondertussen al aan kans nummer 5. Sengir is streng voor zichzelf, maar mag zich toch op de borst kloppen. Schitterende save, hier pakt hij een punt voor Antwerp. Op het eind vergeet de thuisploeg wel dat voetbal een ploegsport is. Ik vond dat sommige jongens op een heel hoog niveau acteerden. Maar het gaat om rendement. En rendement is scoren, laatste pas geven. En ook is belangrijk om te weten dat als je wint, zijn het de 11 of de 13 of de 14 die het doen. En als je verliest ook. Dus het is een teamsport. En de laatste pas, of laat het zo zeggen, op het einde waren misschien wat jongens iets te persoonlijk voor hun eigen glorie. En dat vind ik een beetje bedenkelijk op die niveau. De wedstrijd eindigt op 1-1 en Antwerpen pakt zo een 7 op 12 bij de start van de competitie. Als voetbal, het is niet altijd de ploeg die de meeste kansen of het beste voetbalt die wint. Ja, het is zeer teleurstellend, maar ja, oké, er zit niks op.